Jacht maakt nog steeds kans op de prijs van de jonge jury. Stemmen kan tot 3 mei. En ik hoop natuurlijk dat je op Jacht stemt. Dank je wel alvast. Ja, dag jonge jury. Niet vergeten te stemmen op het Pungelhuis, op mijn Pungelhuis. Doen hè! Stel, je bent vergeten om te stemmen op VTIP. Nou ja, foutje, het kan gebeuren. Ik vergeet het je. Maar ga dan nu naar de site van de jonge jury en stem op VTIP. Of een ander mooi boek. Dat is ook oké. Doen hè? Lezen, stemmen, lezen, stemmen. Op blauwe dagen natuurlijk, voor de jonge jury. Het kan nog tot 3 mei. Doen hè? Dankjewel. Iedereen, je moet toch zeker stemmen voor het beste boek van het jaar op 3 mei, hè? En ik spreek echt de waarheid als ik zeg dat Leugenaar Leugenaar het beste boek ooit is. Dat is echt, hier moet op stemmen. Hè? Dit is gewoon geloofig. Het is zo af, hè? Wil jij graag laten zien welke boeken jongeren echt graag lezen? Stem dan voor de jonge jury. Dat kan nog tot en met 3 mei. En je kunt bijvoorbeeld stemmen op mijn leestip, Het zusje van Carly van Tongeren. Dank je. Op deze plek heb ik Je hebt een nieuwe volger geschreven. Het boek waarmee ik heel graag de jonge jury zou willen winnen. Maar daar heb ik wel jouw hulp bij nodig. Stem je ook? Dit kan tot en met 3 mei op jongejury.nl. Vergeet niet te stemmen op Genadeloos voor de prijs van de jonge jury. Dit kan tot met maandag 3 mei. Ken je dat gevoel dat je dit ziet en dat je het idee hebt dat je dit net even recht moet leggen? Misschien heb je dan wel een klein beetje last van dwang. Ik hoop niet zo erg als mijn hoofdpersonen in dit boek. En dat heet Ik moet dit doen. Het gaat over jongeren met een dwangstoornis. En ik zou het super tof vinden als jullie daar nog heel even op zouden willen stemmen. Dat kan tot en met 3 mei. Dus jullie moeten heel snel zijn. En ik zou zeggen, ga snel naar www.jongensjury.nl. En dank jullie wel alvast voor jullie eventuele stem. Doei! Stemmen voor de jonge jury, dat kan nog tot en met 3 mei. En ik hoop natuurlijk dat je op het verhaal van Wij blijven bij elkaar stemt. Want het is een super belangrijk verhaal. Doei!